35 vrijwilligers hebben 2 weken lang laag na laag de grond afgespeurd. Het is echt met een troffeltje kleine dunne laagjes. En dan stuit je soms op een scherf of fiets of iets anders. Dus dat is gewoon, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Hoeveel uur heeft u al op de knietjes gelegen hier in het zand? Dit is de tweede dag, maar er zijn heel veel die al veel langer gaan. Ja. Is dit nou leuk? Ja, enig. Ja. Ja, je hoopt natuurlijk de vondst te vinden. En dat is, tot nu toe zijn er wel leuke dingen gevonden, maar ik heb het nog niet gevonden. Maar die mooie vondst is dus wel gedaan. We hebben hier een 2-tal rituele kuilen, waarvan deze kuil gevuld is met aardewerk. Meestal zijn er 3 kuilen die te maken hebben met de 3 seizoenen waarin geofferd werd. En dit is wel een hele spectaculaire. Het is ook een hele vroege vondst uit het begin van de eerste eeuwen na Christus. Ja, en als je dan zo'n modderige opgraving kon bezoeken, kom dan niet helemaal gekleed in het wit. Dat is inderdaad geen goed idee, maar ik was niet van plan om mee te doen.